Goed, vandaag heb ik een hele mooie, zware, symmetrische knoop. De Baltus knoop. Deze knoop is echt ontzettend enorm. Ik heb hem met zoveel mogelijk brede zijden van mijn das geknoopt, waardoor ik verplicht een trui moet dragen, want hij is zo kort geknoopt. Je kunt hem op een normale manier knopen, maar dan is het effect van die grote, zware knoop is dan verdwenen. Dat is zonde. Dus vandaar dat ik het op deze manier heb gedaan. Het is geen moeilijke knoop. Het is een knoop die je vanzelf loslaat. Maar het is wel een die echt de moeite waard is als je een vest, trui, giletje of iets in die geest zou dragen. Je knoopt hem met de binnenzijde naar buiten toe. En afhankelijk van hoe je hem wilt hebben, stel je wilt hem hebben op normale lengte, dan heb je hier weer de zoom van je stroopdas. Dan zou je op die hoogte kunnen beginnen. En dan krijg je hem vaak gewoon op navelriemhoogte, krijg je dan netjes je das op die hoogte. Ik wil hem meer met de brede zijde knopen, dus ik ga met de dunne zijde wat verder naar beneden toe. Zodat ik wat meer hier zit. En daarmee ga ik aan de slag. Dus brede zijde aan de rechterkant. Ik ga rechts onder links. Binnendoor. Naar rechts toe. Vervolgens ga ik binnendoor. En links toe. En vervolgens ga ik nog een keer binnendoor. En dan ga ik naar rechts toe. Zoals je ziet krijg ik hier al echt een hele zware fundering. Ik ga voorlangs en vervolgens ga ik achter terug en dan haal ik hem door de lus heen die ik net heb gemaakt. Zo, wat ik ook nog graag wil hebben is juist deze kreuk hier in deze knoop. Ik plak hem gewoon aan de buitenkant vast, prik mijn vinger erin. Ik trek hem nog een beetje aan. Aantrek op de juiste hoogte. Ik draag hem laag. Nou, zoals je kunt zien is dus de das gewoon veel te kort geknoopt. En dat lossen we op door hem gewoon achter mijn vest te verstoppen. Enorme knoop, heel symmetrisch. Hij valt direct op. Als je van stropdas houdt. Laat me weten wat je ervan vindt. Succes met knopen.